Welkom weer bij een nieuwe aflevering van WTF TV. Het is vandaag 26 april en dat betekent natuurlijk Koningsnacht in de stad van Den Haag. We gaan het beleven, we gaan het meemaken. Verschillende soorten bandjes komen er. Zowel Get the Fuck Out My Kitchen. Maar ik weet niet of ze hun keuken meenemen. Maar oké, Tim Knol en natuurlijk Kraantje Papi. En nog veel meer andere artiesten en bandjes. Wij hebben er zin in, wij gaan het meemaken, we gaan het beleven. En ik zou zeggen, kom. Normaal gesproken zou de kermis altijd hier zo zijn, bij het Lange Verhaal, bij de Hofvijver. Dat was altijd wel de nostalgie van Koningsnacht hier in Den Haag. Jammer genoeg is hij er niet meer. Waarom, weet ik niet precies wat de reden is. Maar ja, ik heb het met een aantal mensen, in ieder geval kennissen, besproken, erover gehad. Van ja, het haalt toch wel weer die charme weg. Nou moet je helemaal naar het Malieveld lopen, waar Matthew van de week is geweest. Om daar de kermis te beleven. Het is jammer dat het weg is. Misschien, ik hoop dat het ooit weer terugkomt. Maar ja, dat weten we nooit. In ieder geval, voor de kermis is wel een mooie standbeeld voor teruggekomen. Of die mooi is, die vraag laat ik aan jullie. Dit was Koningsnacht 2018. Ik heb genoten, ik hoop dat jullie ook hebben genoten. Een heleboel artiesten hebben gezien, zoals Tim Knol, Piet Philly, Kraantje Papi natuurlijk en nog veel meer. Nou, het was niet zo druk zoals vorig jaar, het was ietsje minder. Die dames hebben het ook naar hun zin dus. En ja, deel en like deze video als je mensen bent tegengekomen of bekenden of wat dan ook. En ik zou zeggen, tot de volgende aflevering, tot een nieuwe WTF TV.